Wij hebben een boon voor elk boek waarin iedereen erbij hoort, ertoe doet en meetelt. Het is toch wel met enige vreugde dat wij kunnen aankondigen dat vanaf volgend jaar wij in Vlaanderen terug literaire prijzen kunnen uitreiken. Dat is lang niet het geval geweest. Vandaar dat wij met het boekenoverleg. Het boekenoverleg is het samenwerkingsplatform van iedereen die iets met het boek de letteren te maken heeft, namelijk de bibliotheken, Literatuur Vlaanderen, de uitgevers, de auteurs, de leesbevorderingsorganisaties, de literaire organisaties enzovoort. Daarom hebben we al jaren geijverd om terug zulke prijsuitreiking mogelijk te maken. Het was een van de belangrijkste conclusies begin 2020 toen we met het hele boekenvak samen zaten. Alle stakeholders, zowel auteurs Uitgevers, boekhandelaars, literaire organisatoren waren ervan overtuigd en maakten dat ook heel erg duidelijk: dat het belang voor een nieuwe algemene literatuurprijs heel erg hoog was. Heel fijn om dan ook te kunnen zeggen dat er een eerste uitreiking zal zijn. En dat is nu het geval. Dat is het goede nieuws. Mede dankzij de steun van de Vlaamse regeringen, met name de minister van Cultuur, Jan-Jan Bon, kunnen wij op 17 maart 2022, bij het begin van de lente, de boonprijs uitreiken voor fictie en literaire non-fictie en voor kinderen- en jeugdliteratuur. Beide categorieën ontvangen 50.000 euro. Dat betekent dat ze evenwaardig zijn, dat ze gelijk worden behandeld. Vlaanderen kent een rijke literaire traditie. Het Vlaamse literaire veld heeft zijn stempel op de geschiedenis gedrukt, van de boekdrukkunst tot de vernieuwing van literaire genres. Het is belangrijk dat we deze verwezenlijking als gemeenschap omarmen en in de schijnwerpers durven zetten. We moeten niet alleen terugblikken naar het verleden, maar ook bouwen aan een kanon van de toekomst. Sinds 2018 heeft Vlaanderen geen algemene literaire prijzen met internationale uitstraling meer? Nochtans mogen we het belang van een duurzaam opgezette literatuurprijs niet onderschat worden. Het is iets wat alle spelers in het boekenvak verenigt. Literatuur Vlaanderen staat in voor de secretariaatsfunctie, het praktische beheer, en zal dus binnenkort alle uitgeverijen van de desbetreffende genres, fictie, Literaire non en kinder- en jeugdliteratuur consulteren om hun boeken, de desbetreffende titels, te laten inzenden. De referte periode daarvoor is 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021. Een vakjury gaat vervolgens aan de slag om die enorme uh, aantallen aan boeken, dat mogen we verwachten, te, uh, te bekijken en uiteindelijk begin december 2021 te laten vervellen tot een longlist van hoogstens 15 titels die vervolgens dan weer verkleint tot een shortlist van vijf boeken begin 2022 om dan uiteindelijk uit die shortlist de laureaat bekend te maken uh, in maart 2022. En dit uiteraard tweemaal. Er zijn dan ook twee vakjuries voor de twee prijzen. Ik vond het in de eerste plaats een grote eer om gevraagd te worden als voorzitter van de eerste Boonprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Maar ik heb het aanvaard, maar dat was wel met enige schroom, want ik ben helemaal geen autoriteit in literatuur. Literatuur ligt mij wel na aan het hart. Nu lees ik vooral uh, romans, maar ik heb ook een mand met kinderliteratuur. Toen mijn kinderen klein waren, heb ik heel veel voorgelezen. Nu lees ik voor voor mijn kleinkinderen. En dat uh, warme, innige moment van dicht bij elkaar zijn met een boekje, dat komt dus helemaal terug. Er is mij al aangekondigd dat het hier om honderden boeken zal gaan. Um, ja, uh, ik heb een grote werkkamer. Die is een beetje onder constructie. Omdat ik enerzijds aan het, het onderscheid aan het maken ben tussen... Dit is archief en dit is het huidige lopende werk. Dus al die honderden boeken komen bij het huidige lopende werk. Ik ga daar mooie stapeltjes van maken. Um, ik ga daar graag naar kijken. Um, ik ga daar graag selecteren. En, uh, ja... Plaats genoeg. Vakjury's die representatief kunnen zijn voor onze samenleving en die samengesteld zijn volgens ja, verschillende assen. Je hebt mensen die zelf auteur zijn, je hebt journalisten, recensenten, je hebt academici, je hebt mensen uit het bibliotheekwezen, uit, uit de boekhandel. Um, op die manier verzekeren we een diverse blik op die uh, ingezonde boeken. En ook de leeftijd, die ook heel divers is, speelt daar zeker een, uh, een grote uh, rol. Deze jaarlijkse prijzen zetten onze literatuur en auteurs nog eens extra in de belangstelling die ze verdienen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat mensen opnieuw massaal aan het lezen zijn gegaan en bleven boekhandels open als essentiële winkel. Nochtans leert internationaal onderzoek ons jammer genoeg dat Vlaamse en Nederlandse jongeren steeds minder graag en minder goed lezen. Leesplezier begint van jongs af aan en daarbij geldt zien, lezen, doet lezen. Daarom heb ik expliciet gevraagd om niet alleen een prijs voor fictie en non-fictie, maar ook een evenwaardige prijs voor kinder- en jeugdliteratuur te ontwikkelen. De boom voor kinder- en jeugdliteratuur wordt daarbij de grootste prijs voor kinderboeken van de Lage Landen. Er wordt ook niet gesproken over de grote boonprijs en de kleine boon. Het is de boonprijs voor kinder- en jeugdliteratuur en de boonprijs voor fictie en non-fictie. Het is voor zover ik weet de grootste prijs in het Nederlandse taalgebied voor kinder- en jeugdliteratuur en dat is iets waar uh, Vlaanderen best uh, trots op mag zijn. Ik ga die boeken lezen met het oog van een liefhebber in de meest letterlijke betekenis van het woord. Maar ik ga ook met heel veel belangstelling luisteren naar de mening van de juryleden die echt experts zijn. En. Uh, zij zullen waarschijnlijk dingen gezien hebben die aan mijn oog voorbij gegaan zijn. In Nederland is een van de meest prestigieuze, in elk geval de duurste literatuurprijs, de Ako-prijs, toegekend aan de Vlaamse schrijfster Brigitte Raskin, voor haar debuutroman Het Koekoeksjong. Eerst en vooral proficiat, Brigitte. Je leek ja. verrast gisteravond. Was dat echt of had je het een beetje verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Nee. Ik, was, uh, ik was en Vlaming en debutante toch een beetje de... De underdog van het verhaal, zoals ik ook gezegd heb, van dit verhaal, dit prijsverhaal. Ik denk dat het winnen van een uh, grote prijs, heel zichtbaar, dat dat zeer verschillend is voor iedere auteur. Van, ik, was, ik was al veertig jaar, dus ik was wel mijn debuut, maar ik stond niet aan het begin. Enfin, ik had een meer decennia de tijd om een hele luiver te gaan opbouwen. Ja, Ik was al halverwege, ik had al ik weet niet hoeveel gedaan. Um, dus ik denk dat het voor ieder anders is. Maar dus in mijn leven was het heel ingrijpend, omdat ik uh, ja, van Lerares ineens uh, auteur werd. Ik, ik denk dat ik in, dat ik in zo'n jury toch vooral meedraai als lezer. Ik ben een grote lezer. Ik ben zelfs al meer dan twintig jaar lid van een leesclub. Dus ik heb de gewoonte om met anderen over boeken te praten. In zo'n groep uh, voel ik soms wel dat ik belang hecht ook aan hoe heeft die auteur dat aangepakt? De structuur, de taal, de stijl. Um, andere lezers gaan meer meteen afgaan op het verhaal, plot. Uh, spannend of niet. Uh, dus ik ben daar een beetje veelzijdiger in, zou je het kunnen noemen. De Boon wil dé nieuwe referentieprijs worden voor het beste Nederlandstalige boek. Hierin speelt verbeelding een cruciale rol. Een boek is een raam dat inkijk biedt in nieuwe werelden en andere denkwijzen. Net in deze eigenschap zit de kracht van boeken. Ze kunnen een samenleving verbinden. Literatuur vergroot het wederzijds begrip. Met de boon versterken we de impact van literatuur en boeken op het sociaal en cultureel kapitaal van Vlaanderen. De boon, de nieuwe Vlaamse literatuurprijs, is een ideale kapstok om de zichtbaarheid van literatuur te vergroten en bij iedereen het leesplezier aan te wakkeren.